We zijn hier in de muziekbuurt in Heemskerk. Hier worden ruim 400 woningen door bouwbedrijf Van Lith gerenoveerd. Heel bijzonder daarbij is dat complete dak en gevel geïsoleerd worden en dan ook nog volgens de nieuwbouweisen in het bouwbesluit. En daarbij worden producten gebruikt van Unilin. Daarnaast, ook een bijzonderheidje, wordt de complete vloer binnen de begane grondvloer vervangen. En de bewoners zitten nog gewoon in huis. Welkom bij Bouwtaal in de Praktijk. Joost, ik zie hier een heleboel activiteiten om me heen. Kun jij eens kort vertellen wat hier allemaal gebeurt? Ja, hier in dit project schuilt onderhoud aan de woningen. Daarbij leveren wij de schil voor de isolatie, dus de buitengevels, de daken en de ruwbouw dakkapellen. Die worden ook door ons geleverd aan Van Lith. Dus we staan hier bij de gevel. Je ziet dat eigenlijk het hele buitenspouwblad is gesloopt. Daarvoor in de plaats is er een flink stuk isolatie gekomen. Kun je uitleggen wat hier nou precies wordt aangebracht? Hier wordt toegepast Uterm Wol Flex. RC-waarde 4,5 wordt hier gehaald op deze manier. En de wol die zorgt ervoor dat de oneffenheden van het oude binnenblad opgevangen worden door de wol. Waardoor je dus geen valse luchtspouw krijgt. Ik zie dat hier de isolatie al is toegepast op het oude bestaande dakbeschot. Kun jij vertellen wat hier nou is toegepast? Ja, hier op dit dakbeschot wordt de Renopeer 6.0 toegepast. Met een isolatiewaarde van 6.0. En die wordt in dit geval rechtstreeks op het oude dakbeschot aangebracht, wat eerst schoongemaakt is. Er komen hier ook nog dakkapellen op, die gaan we zo even bekijken, maar ik zie nog geen sparingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de constructieve sparingen die zitten al in het oude dak en die worden later, als de dakkapellen komen, worden die van binnenuit worden die doorgezaagd en wordt in één keer het dakkapel erop geplaatst. Hier zien we dus de afgebouwde dakkapellen. Deze zijn in de basis ruwbouwdakkapellen van Unilin, welke in de werkplaats bij Van Lith zelf afgebouwd zijn. Dan gaan we straks nog even kijken. Deze dakkapellen zijn ook al helemaal volgens het nieuw bouwbesluit. Dus de zijwangen zijn RC4,5 en het dak is RC6. Pont Meijer levert hier nagenoeg alle materialen voor deze grootschalige renovatie. Ik zie hier onder meer de Unilin dakelementen liggen. Jeroen, kun jij nou eens vertellen waarom is hier voor Unilin gekozen? We hebben voor Unilin gekozen omdat voor een lidbouwbedrijf een dakplaats zocht met een hoge isolatiewaarde, RC6. Ja. Vandaar de Renopeer van Unilin. We zien hier eigenlijk nog voldoende opslagruimte. Alles staat hier keurig op de parkeervakken. Maar ik heb ook begrepen dat elders in deze wijk er nauwelijks opslagruimte is. Daar hebben jullie toch een oplossing voor gevonden? Dat klopt inderdaad. Wij hebben in Zaandam een heel groot distributiecentrum. Unilin brengt daar de platen naartoe. En vanuit daaruit transporteren wij ze hierheen. Geheel naar de behoefte eigenlijk van wat Van Lith nodig heeft op dat moment. Jullie werken al heel lang samen met Unilin. Kun je iets over die samenwerking vertellen? Ja, als het gaat over dit project bijvoorbeeld. Joost en ik zijn samen op kantoor hebben we dit helemaal voorbereid. Ook bij Van Lith op kantoor. En eigenlijk zijn Pont Meijer en Unilin partners in de bouw. We staan hier in de werkplaats van bouwbedrijf Van Lith in Beverwijk. We zijn net wezen kijken bij het project. En dat lijkt mij nogal een uitdaging voor een bouwbedrijf. Een uitdaging is het zeker. Deze woningen stammen uit de jaren 60. Hadden een label ED. En die gaan we terugbrengen naar een label van A. Maar de grootste uitdaging ligt hem in het feit dat de bewoners in de woning blijven zitten tijdens de verbouwing. Hier in de werkplaats in Beverwijk worden de dakkapellen compleet geprefabriceerd bij bouwbedrijf Van Lith. Daarna gaan ze naar Heemskerk. Waarom worden ze hier eigenlijk geprefabriceerd? We willen onze vakman doeltreffend en efficiënt de werkvloer opsturen. We moeten een bepaalde kwaliteit maken, zoals net al gezegd. En dat kunnen we alleen maar onder geconditioneerde omstandigheden die dakkapellen samen te stellen. Dat doen we hier dus in de werkplaats. En daarvoor hebben we Unilin ingeschakeld om deze elementen zo aan te leveren, zodat wij dat op die manier kunnen waarmaken. 400 woningen in Heemskerk, die zijn weer klaar voor de toekomst. En dat is mede te danken aan de prefab dakkapellen. Ik denk dat ik er eentje meeneem. Tot de volgende keer bij Bouwtaal in de Praktijk.